Hoi, in deze video laat ik mijn hortensia zien. Ik ga in deze video laten zien hoe ik de hortensia gesnoeid heb en ik laat zien hoe je een verjongingssnoei kan geven als je hortensia wat ouder is. Verder wil ik ook met jullie gaan hebben over de verzorging van de hortensia. Op zich is het een makkelijke plant, geen gedoe met ziektes. De plant heeft weinig verzorging nodig, maar heeft wel veel water nodig. Dit is een prachtige plant in de zomer, echt hele mooie, prachtige kleuren. Maar zo ziet hij eruit in de winter. Het is dus wel winterhard. Het overleeft de winters prima, maar het is dus niet wintergroen. Nou, op zich heeft hij natuurlijk ook wel wat, hè? Zulke mooie uitgedroogde bloemen. Ik heb deze opname gemaakt 8 februari en dit is dus begin van de lente. Het is een heel warm jaar. Je ziet al dat de knoppen zijn begonnen met groeien. En zo stijgt de plant er dus uit om het nieuwe jaar mee te beginnen. Zoals je ziet laat ik de uitgebloeide bloemen staan. Dit biedt bescherming voor de plant tegen de kou. En ook wanneer de knoppen beginnen met groeien biedt het bescherming tegen late vorst. De bloemen groeien aan nieuwe knoppen. Dus in dit geval kan ik beginnen met het snoeien van de plant. En dat doe ik dus door eerst alle uitgebloeide bloemen weg te halen. Ik ga dus overal net boven de nieuwe knop knip ik dus alle uitgebloeide bloemen weg. Nou, dit snoeien doe je dus doorgaans in maart, april. Ik doe dit hier nu al 8 februari dit jaar, omdat het nu al 8 februari zo warm is dat het echt wel lente lijkt. De bloembollen die beginnen al heel mooi in bloei te staan hier bij mij. Dus ik neem de gok dat er geen late vorst meer gaat komen, of niet alsnog vorst gaat komen. En ik begin alvast deze plant te snoeien. Ben je klaar met de uitgebloeide bloemen? Dan ga je eerst alle oude dode takken weghalen. Die kan je gewoon helemaal tot waar de tak begint al helemaal weghalen. Daarna ga je goed naar de takken kijken. Takken die elkaar in de weg zitten en takken die elkaar kruisen, die pak je ook aan. En daarvan kies je de beste tak uit. Of de tak die jij dus de juiste kant op vindt gaan, kies je. En de ander haal je dan weg. En alle kleine dunne takken, die haal je ook weg. Want die maken geen mooie bloemen. Heb je een oude plant en wil je die graag weer jong maken? Nou, dat kan. Je kan de oude takken gewoon wegknippen en dan krijg je dus weer hele nieuwe takken. Maar weet wel dat van nieuwe takken je dit jaar nog geen nieuwe bloemen krijgt. Pas een jaar later geeft een jonge tak dus weer bloemen. Die bloeien dus op een tak van 2 jaar oud. Ik vind het dus daarom zonde om in 1 keer alles weg te knippen en een jaar dus helemaal geen bloei te hebben. In dat geval adviseer ik het om het in 3 jaar te verdelen. Elk jaar haal je 1/3 van de tak, 1/3 van de plant weg. Nou, hier ga ik dus mee beginnen. Ik ga wat takken weghalen. Ik ga 1/3 van de oude takken weghalen. En dan laat ik je zien hoe het dan weer verder gaat bloeien. In deze video kan je dus zien hoe de groei en de bloei van een verjongingssnoei is gegaan. Ik heb dus 1/3 van alle takken weggehaald. Zoals je hier kan zien, zie je ook geen oude dode takken. Je ziet ook geen kleine ieletakjes. En je ziet dat ik geen kruisende takken heb. Dus ik heb de plant goed open gesnoeid, zodat de zon goed erbij kan. Nou, omdat de plant goed open is, zie je hier onderin allemaal nieuwe scheuten. Dit gaan dus allemaal nieuwe takken worden. Alleen worden het de takken die niet gaan bloeien. De bloei krijg ik van de oudere takken die ik nog heb laten staan. Maar deze jonge nieuwe scheuten, daar gaat het me om. Die maken dus de plant weer jonger. Nou, volgend jaar kan ik dus ook weer 1/3 van deze takken weghalen. Van deze nog oudere staande takken. En het jaar daarop haal ik dan de rest van de oude staande takken weg. En dan heb ik dus eigenlijk weer een hele nieuwe jonge plant. Ik offer dan 3 jaar lang een beetje bloei op, maar niet alles. Dit is een weekje later, het is 11 maart. Je kan zien dat ik de plant heel goed open heb gesnoeid. Zonlicht kan overal bij, ook midden in de plant en onderin de plant. Als je goed kijkt naar de grond, zie je dat ik de grond heb verbeterd. Ik heb eerst compost door de grond gemengd, want dat is goed om de grond luchtig te maken en houdt meer vocht vast. En de plant houdt van veel water, dus dat is wel handig. En ik heb er een laagje tuinturf op gedaan. De plant houdt van zure grond, dus tuinturf maakt de grond zuur. Dit is 10 dagen later, 21 maart, en je ziet dat de plant heel mooi groen is. Dus het snoeien is dus echt goed gegaan. Als je naar de grond kijkt, zie je dus dat de grond er ook heel mooi uitziet. Ik heb overal hier compost door de grond gedaan en alleen bij de zure planten heb ik tuinturf gedaan. Compost door de grond doen is echt heel goed voor je planten, want het maakt de grond luchtiger, waardoor het beter vocht vasthoudt. Nou, vooral met onze zomers is het dus wel fijn als de grond wat langer vocht vast kan houden. Maar het maakt ook je tuin meteen een stuk mooier, want je grond ziet er vruchtbaarder uit dan ja, die kleurloze, ja, een beetje
ja, ik vind het geen mooie kleur op een gegeven moment als je nog oude grond hebt. Hier zie je een opname van 8 april. Nou, je ziet dat de tuinturf al heel mooi zich heeft vermengd met de compostgrond. Dus dat ziet er eigenlijk al wel goed uit. De plant is mooi groen en kijk eens onderin. Want hier ging het me dus om de oude takken weg te halen en allemaal nieuwe jonge scheuten onderin te krijgen. Dus dat gaat al heel goed. Dit is dus weer 10 dagen later, 18 april. Nou, het gaat echt supergoed zoals je hier ziet. Het begint alweer mooi vol te worden en geeft echt weer heel veel kleur aan mijn plant. Dit stuk zag er eerst echt kleurloos uit en na de winter, maar hier wordt het dus al mooi groen. En als je met me meekijkt, dan zie je dat ik zelfs al wat bloemknoppen hierin kan zien. Dus daar word ik wel heel enthousiast van. Nog even wachten en deze bloemknoppen worden al mooi groot en geven straks echt prachtig kleur aan mijn tuin. Dus dat gaat eigenlijk wel goed zo. Dit is 12 mei en het is echt een hele mooie bos geworden. Het is mooi groen. En je ziet de knoppen ook iedere keer steeds groter worden. Als je hier met me meekijkt, dan plukken we even hier wat bladeren opzij. Oh, kijk, hier dan. Dat is echt een hele mooie grote knop. Dit zijn dus allemaal de oudere takken en die hebben dus allemaal bloemknoppen. En op alle nieuwe jonge scheuten, op nieuwe jonge takken, ja, daar zitten nog geen bloemknoppen aan. Dit is zo'n 2 weken later, 27 mei, en het gaat dus hartstikke goed. Ik krijg dus weer mooie bloemen dit jaar. Kijk alweer uit naar de bloeiperiode. Maar de plant is mooi groen, dus wees niet bang om goed te snoeien. Dit is 12 juni. De plant is mooi vol en gezond. En vanaf hier kan je echt al de bloemknoppen zien zitten. We gaan de plant even van dichterbij bekijken, maar ook van binnen bekijken. Je ziet hier en daar ook wel wat takken zonder bloemknoppen. Nou, dat zijn dus de jonge takken die je hier tussen kan zien. Maar ik heb nog genoeg oude takken overgehouden met bloemknoppen. Dus ik zal nog genoeg bloei krijgen. Als je later nog met me meekijkt wanneer de plant vol in bloei staat, kun je dus ook wel de takken zien die helemaal jong zijn. Hier onderin zie je ook, nou, daar is genoeg licht bij gekomen tijdens het groeien. Dus daar is het ook al mooi van binnen. Wat voller, dus dat is wel heel goed gegaan allemaal. En de bloeiperiode is aangebroken. Het is hier 25 juni en kijk eens wat voor mooie kleuren de bloemen geven. Een hele mooie, ja, intense kleuren. Dus het is echt heel erg mooi. Moet je nagaan wanneer de hele plant zou bloeien. Kijk, de jonge scheuten of de jonge takken zie je al wel. Die bloeien niet. Die gaan dit jaar dus nog niet bloeien. Volgend jaar gaan die dus pas bloeien. Dus moet je nagaan wanneer je een mooie jonge plant hebt vol met bloemen. Dan is het gewoon echt een en al bloemenpracht in een prachtige kleur. Dus dit vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. En het fijne aan deze plant is dat hij ook gewoon de bloemen vasthoudt tot en met de winter eigenlijk. Ja, en daarna gaat het dus weer bruin worden, zoals je aan het begin van de video zag. 2 juli is het hier alweer en je kan in dit stukje echt heel duidelijk het verschil zien tussen de jonge, niet bloeiende takken en de oudere, wel bloeiende takken. Het is hier 10 augustus en het is echt een hele droge, warme zomer geweest. Ik heb veel water moeten geven. Het is echt een plant die houdt van heel veel water. Dus laat de grond niet uitdrogen, want dan worden de bloemen gelijk bruin. En dan gaan ze eigenlijk al wel heel gauw dood, lelijk uitzien. Dat is eigenlijk wel heel erg zonde. Het is ook een plant die dus heel veel bloemen maakt of goed groeit. Dus het heeft ook wel voeding nodig. En je kan dus eigenlijk hortensia voeding kopen in de winkel voor de plant. Inmiddels zijn we uitgekomen bij vandaag. Zo ziet mijn plant er vandaag uit in mijn tuin. De bloemen hebben wel wat kleur verloren hier en daar, maar ze zien er nog steeds wel leuk uit. En dit blijft gewoon zo staan en dit blijft dan de hele winter zo staan. Het is natuurlijk niet meer groen straks in de winter. Alle groene bladeren zie je dus niet meer. Je ziet alleen dan de takken en de uitgebloeide bloemen. Ik hoop dat je dit handig vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering.